Hebben jullie laten afbluffen vandaag? Ja, ik denk dat we... Wie staat bovenaan? Ik denk dat we vrij weinig hebben laten zien. Vooral aan de bal. Hield Ajax goed tegen tot de 55, 60ste minuut, denk ik. En toen ging het ineens snel. Zeldzame nederlaag, ook nog zeldzaam hoog eigenlijk. Ja, klopt. Dat het dan 3-0 wordt inderdaad, ja. Dat doet nog extra pijn, denk ik. Verliezen sowieso. Als je niet meer gewend bent, dan merk je nu al even hoe kut dat is, laat maar zeggen. En het enige wat we kunnen doen is doorgaan. En woensdag is weer een wedstrijd en gelukkig heel snel weer. En dan kunnen we weer reactie geven. Jullie leken geïrriteerd ook regelmatig. En zeker in de eerste helft. Waardoor je misschien jezelf uit de wedstrijd haalt. Nou ja, dat... Ik denk niet alleen dat het enige was, maar natuurlijk kun je weten dat zij voor hun laatste kans speelden vandaag eigenlijk een beetje. En echt over de schreef gingen hard af en toe. En dat zag je ook wel. En dan, wanneer je dan daarop gaat reageren, te veel mee bezig gaat zijn, dan gaat het misschien ten koste van het spel. En dat was vandaag niet alleen dat, zei ik al. We hebben gewoon zelf niet goed gevoetbald. Te snel de ballen zonder bedoeling naar voren geschoten. En dat kunnen wij veel beter. Hoe dan ook, je zei het net zelf al, blijven koplopen. Het gat is er nog. Ja, klopt. En uiteindelijk moet je dat wel in je mind hebben. En moet je toch weer die positieve mindset naar voren halen. En dit is een klap, dat lijkt me logisch. Het is toch een topper en die verlies je met 3-0. Hadden we niet verwacht van tevoren, denk ik. Maar je moet wel door. En uiteindelijk hebben we een hoop wedstrijden nog voor de boeg in deze 2 weken. Dus moeten we het daar maar laten zien.